fenomen in istom sjeva. Hallo jullie en welkom bij hier episode van Rowleen's Rendezvous. Vanavond vind ik mezelf bij Cedar Square vastgevangen in een 80s retro era waar de premier van die lang verwachte film, Dier Kijknet, Benny Fury films, Bauer Bosch films en The Film Factory, vuil wasgoed. Nou, 8 december is niet een gewone average, sommige everyday kerstdag nie, maar het gaan so voel met al die opwinding, adrenaline, aantrekkelijke mensen, die skeur van papier en die onzekerheid van, waar kom dit vandaan? Volg mij. Hoe ek uitvind waar al vuil wasgoed sy skoon grappies vandaan kom. Tom is die typische ou wat groot geworden het binnen in die hele kriminele wereld. Sy pa was niet in, dis baie daai mafia te bedenk. Sy pa was niet in een van die ouwens binnen in die organisatie. Hy het groot geworden, hy was tronk toe gewees, hy is in en uit, daai te bedenk. So hy is die geharde ou. En Gotti het hom so half aangeneem, is die aangenome seun. En saam bedryf hulle nou al hierdie misdaad organisatie. Jy is by die rol van Kevin. Yes. Kan jy ons meer vertel, what is all about? Kevin is stuck in zijn leven. Hij zit vast. Hij wil meer met zijn leven doen dan wat hij eigenlijk doet. So, hij is op die breekpunt. En zijn oude vriend Wim hou hem terug in een mate, maar hij moet besef dat hij de tals van hemzelf afhangt of hij voor de beweging of niet. So, kind of that. En hij is awkward ook. Nee. Oké, zo zie je. Nou, jij speelt die karakter van Alicia. Yes. Kan jy ons meer van hom vertel? So, Alicia is baie bitsig. So, sy is nie noodwendig die meisie na wie jy moet strewe om te wees as jy op school is nie. Ja. Ja, typisch nie. Sy is nie allemaal sy vriend nie en sy hou nie baie van mense nie. Ja. Sy hou bijvoorbeeld meer van dieren. Sy is ook een veearts, en nee, of sy swat nog om een veearts te word. Ja. En sy is Simona Noordman, sy karakter Nikki is sy beste vriendin. So, Nikki en Alicia is beste vriendinne en Nikki is een veearts en hy is student. Sy dink sy het al arrived, so is sy vat kans om soos mense te opereer ook, want sy voel as jy dier kan opereer, kan jy mense opereer. Ja, ja. So ek dink sy het een bietjie van een Jess van New Girl kwaliteit aan ons, een bietjie quirky, een bietjie awkward. Ek dink sy is eindelijk Kevin se vrouwelijke weergawe. Oh, bless. Ja, en natuurlijk sy liefdesbelangstelling. Hoe sal jy die publiek oortuig om die film te kom kyk? Waarna kan mense uitsien? Baie funny. Baie funny. Ek dink het is, maar dit is die komedie wat jy nie elke dag verwag nie. Jy weet, dit is nie like, hey kijk, dit is nou tyd vir a gag nie. Ja, dit is net een van die, like, dit is bykie droog. En jy moet bykie luister, want van dit sal dalk net bykie vinnig voorbij gaan. Maar ek dink dit gaan rarig iets anders wees. So cool soos wat die actie is, so sexy soos het allemaal is. En dit is net rarig snaak. So jy gaan dit baie geniet. Ja. Ek dink my en Benny, sy sin vir humor is van so aard. Ons hou nie baie van vuil jokes nie. Ons voel dis 'n cop-out, ons voel dis 'n lui manier, dis 'n lui... Skoon jokes vuil was goed. Ons voel dis 'n baie lui manier om grappe te maak en mense laat lag. So ons probeer onsself uitdaag om harder te werk, om op ander maniere mense te laat lag en bietjie te dink. Want komedie is actually, jy moet mense laat dink voordat hulle kan lag en ek dink dis ons passie. So omdat vuil was goed eers 'n kortfilm was, waarvan ek 'n baie groot fan was, het ek vir Benny en Bauer gesê, as ons die vollengte film gaan aanpak, moet ons nie, let's not try and fix it if it's not broken. En die benadering was nog altijd geweest van my kant af een baie sterk gevoel van moenie probeer om snaaks te wees. Julle het al voorheen saam gewerk, Bauer. Hoe sou jy sê was die dynamics anders hierdie keer? Ja. Ek dink wat die dynamica anders gemaakt het hierdie keer is net die feit dat ons langer saam moes werk, so jy moes jouself pace. Ek dink definitief die feit dat ons van dieselfde komedie hou beteken ook dat ons wil heeltyd ons eie jokes ingooi. Ja. En ek dink dit het deel uitgemaak van die dynamics is hoe ons partykeer nie koppe stamp op stel nie, maar net kan of met ons jokes kom en gaan, come on, hierdie is beter en daar is beter. Ja, so ek dink wat dit maak op die einde vir die beste jokes wat in die film beland. En het help ook net met ons vriendskap, die feit dat ons van dieselfde komedie hou. Maar ek dink daar was baie minder stress met hierdie as die kortfilm. Die kortfilm moes ons in 4 dae doen en ons moes dit self geëdit het, alles self gedoen het. Waar ons hierdie keer amazing span gehad het, so hierdie keer was daar baie minder stress. Mornay, ek wil by jou hoor, met die directing van die film, is daar een spesifieke karakter wat jy sou sê jou gunsteling is? Ja, jy kan nie dit vir my vraag nie, actually. Wacht, jylle kan nie vir my daar, dit is dus erg hoor, hulle allemaal was amazing. So, as jy hou van lach, en soos nog lach,
dan is het een goede idee om wel Wasgoed te gaan kijken. Ja. Wat voor mij amazing is van die film is, je gaat rarig en voor een uur en een half vergeet je van je leven. Je vergeet van je problemen en het is net dus rarig snaaks. Een hysterische cast, great cinematography, liefde en natuurlijk bromance. Ek sê graag speciaal dankie vir Lerette van die Kerk van The Film Factory en ook vir Suna Roberts. Vir toekomstige vermakelijkheid volg my op Twitter, Facebook en Instagram en onthou om te subscribe op my YouTube channel, die rooi knoppie. Daaronder. Baie dankie dat julle gekyk het en sien julle op die volgende een.